lovely, talented young fellow. And of course, there are a lot of talented people here in where we're broadcasting right at this moment from, because the Netherlands has a long and important musical tradition. People like Golden Earring, Focus in the past, George Baker, and they of course also here have some of the great dance DJs in the world. They also have the wonderful Esme Denters. Ze zette zelf haar filmpjes op YouTube en die werden miljoenen keren bekeken. Onder andere door Justin Timberlake. Have you ever needed something? Hij bood er een platencontract aan in 2007. En in datzelfde jaar stond ze in uitverkochte stadions. In 2009 kwam eindelijk haar debuutplaat uit. Dit is Esme Denters met Oude Heer. Get me out of here, 'cause my eyes are burning from these silly tears. Let you buy when you show me you don't really. Mijn leven is wel totaal eigenlijk heel erg veranderd. Vooral, ik kan nu gewoon dingen doen waarvan ik altijd al gedroomd heb. En ja, toen ik met YouTube begonnen was ik gewoon, ja, ik volgde een studie en ik werkte in een pannenkoekenrestaurant. En dan in één keer, beginnen er miljoenen mensen naar je video's te kijken en word je getekend door een grote platenmaatschappij. Ik denk dat ik wel heel vroeg, zeg maar, heel groot begonnen ben. Mijn eerste optreden was voor 50.000 mensen en daarvoor had ik nog nooit op een podium gestaan. Maar ik denk eigenlijk omdat er zoveel druk op me stond om in één keer van die grote dingen zoals de Oprah Winfrey Show te doen, dat ik in één keer ook naar dat niveau moest stijgen. Ja, dan verg je toch wel echt het beste uit jezelf. Wat ik met mijn muziek wil bereiken is gewoon zoveel mogelijk mensen proberen te raken. Ik zeg altijd, always shoot for the moon, because even if you miss, you'll end up among the stars. Get me out of here. Come on, let me see those hands in the air. Get me out of here, 'cause my eyes are burning. So much. First of all, of course, I want to thank all of the fans that started watching me on YouTube 3 years ago. Now standing, we're here with Jules Holland. How crazy is that? Lovely to be with you. Then I also want to thank, of course, the man who signed me, Justin Timberlake. And I want to thank my family. My dad's in the audience right now, so thank you for coming.
let's just have one more round of applause for her dad. Because without him, none of us would be here. Well done, Dad. So, if you've just joined us and you're wondering why we're applauding this man over here, it's because he's the dad of the marvelous Esme Dentez. Also, this is the European Border Breakers Awards, the EBBAs, which celebrates music that has successfully crossed